Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met Rinaldo Dors. Hij is de initiatiefnemer van het programma Tampusu. Het is een motivational programma. Vandaag maak ik een babbeltje met hem om ons te vertellen hoe hij eraan gekomen is, wat het project inhoudt, hoe het bedoeld is en ongetwijfeld wat u er ook aan zou kunnen hebben. What means a little Q-Time? Rinaldo, welkom in Q-Time. Thank you. Okay. Laten we eerst even kennis maken met jou. Vertel wat meer over jezelf. Ik doe voor mezelf heel veel met foto en video. Ik ben getrouwd. Je kan me altijd achter de computer vinden. Dat is Rinaldo. En voor de rest hou ik er heel veel van om met mensen positieve en goede dingen te doen. Oké, goed. Dit Tampusu-initiatief, waar komt dat vandaan? Ik heb een kleine onderneming, een foto, video. En eigenlijk hebben we vorig jaar gezegd, het is altijd leuk om te ondernemen en je dacht geld te innen. Maar er is ergens een beetje een verantwoordelijkheid die we ook dragen om iets terug te geven aan die maatschappij. We hebben dus een leven geef project gehad rond kerst. En dat was dus het eerste in dat kader. Want we hebben zoiets gehad van, we hebben een bijdrage te leveren aan onze eigen ontwikkeling, maar ook van de individuen in die samenleving, die eigenlijk ervoor zorgen dat we brood op tafel kunnen krijgen. En we hebben dus het leven geef project gedaan. En in datzelfde lijstje past ook Pusu. In principe was het de bedoeling om vorig jaar te starten, maar dat lukte niet. Hebben we dus gezegd, we starten 2022 en hebben we dus elke maand een motivatiefilmpje die we dus launchen. Mm-hmm. Oké, okay. Waar is dit vandaan gekomen eigenlijk? Want je leef en geef, dat begrijp ik ook wel, maar jullie hebben ervoor gekozen om het op deze manier te doen. Ja, dus ik doe dus eigenlijk heel veel producties voor mensen. En eigenlijk sta je erbij stil van, je hebt eigenlijk niets voor jezelf. Dat brengt in combinatie met dat je iets terug kan geven. En dus dat is Pusu, dat zijn de dingen die we nu gaan doen. En daar is Pusu dus een belangrijk deel van. Waarom Pusu ook? Omdat als je rondkijkt, dan hebben we eigenlijk een beetje iedereen leidt onder die economische situatie. En eigenlijk vraag je af, wat is dan het antwoord dat we hebben daarop? We kunnen kijken wat er zal komen. Maar ik geloof erin dat iedereen een talent, iedereen iets heeft gehad om mee te werken. En in deze tijden vooral, dan is het voor mij de tijd om dat eruit te halen. En bovenop te komen. Ja. Okay. En dus hebben we een aantal mensen die dat hebben gedaan, die echt uitdagingen in hun leven hebben overwonnen, gelist. En dan doen we dus elke maand zo één persoon om anderen te motiveren. Ja, oké. Okay. En jullie zijn dus echt in 2022 begonnen met elke maand een persoon? We hebben dus in januari Shelby Mukiran gaan. Ja. In februari Winston Adaba. Shelby heeft dus zijn eigen onderneming en heeft dwars de dood van haar moeder is staande gebleven. Is juist gaan ontpoppen en mooie dingen gedaan. Ja. Winston heeft ook een mooi verhaal. Hij heeft eigen onderneming. Hij leert anderen dansen. Wij noemen het dat ze allemaal een Pusu element hebben. En dat is voor ons belangrijk. Wanneer iemand dat heeft en we anderen kunnen motiveren daarmee, dan pakken we dat. Dus eigenlijk komt het op twee criteria neer. Voor zichzelf moeten ze dus ergens in het leven motivatie vandaan hebben gehaald om hun eigen struggles te overwinnen. En ze geven ook wel die push aan anderen door. Yes. Ja, op die manier. Oké. Okay. Kunnen er alleen jongeren in aanmerking komen voor jullie criteria in het... we hebben voor... De lijst halen. We hebben voor 2020 de meeste opnames aan gedaan. En we hebben helaas wel alleen... Nee, misschien moet ik niet zeggen helaas. We hebben alleen jongeren gehad. Ouderen hebben ook hun dingen, maar jongeren hebben dromen. Jongeren hebben dingen waar die ze achterna kunnen gaan. Yeah. En natuurlijk... kunnen ook ouderen gemotiveerd raken daaruit. Maar we willen nu die plek of de eer geven aan jongeren. Daar hebben we bewust voor gekozen. Ja,
En eigenlijk is het programma Poezel is eigenlijk ook bedoeld voor jongeren. Op de eerste plaats. Ja, omdat je doet vanuitgaan dat die jongeren op dit moment inderdaad de grotere groep is die struggelt met, net wat je zei, economische situatie. Maar ik denk ook een beetje zichzelf vinden, hè, in deze moeilijke tijd waarin we leven in de wereld. En dromen gaan achterna gaan. Ja, oké. Okay. Gaan jullie ook een Ja. follow-up doen om te kijken als inderdaad hun dromen ook uitgekomen zijn over 2 en 3 jaren? Dat zou heel prettig zijn. Ik moet zeggen, we zijn begonnen met. Dus eigenlijk in november had ik zoiets van: ik wil rond mijn jaren gewoon iets uitbrengen. En toen was het 1-1 poezo. En uiteindelijk hebben we er 12 van gemaakt. Dus elke maand in 2022. En we hebben elke keer dat je weer iemand van: hé, je kan zo iemand pakken, je kan zo iemand. Dan denk je: hé, dit wordt een ongoing iets. En we staan daar open voor. Ja, oké. Okay. Dus in principe gaan jullie wel Ja. door om op die manier jullie bijdrage te leveren. Ja, Yes. ik weet bijna Onze zeker, bescheidenheid. dat dit initiatief wat spin-off effect gaat hebben in andere manieren van jongeren motiveren. Hebben jullie dat al gemerkt? Ja, dus we zijn eigenlijk begonnen met echt alleen het programma van ik moet zeggen dat het 3 minuten maar duurt, omdat we vooral op social media bezig zijn. En daar hebben mensen echt niet zoveel tijd aan, middag, de hele tijd naar zitten kijken. Wat we proberen te doen, als we dan de interviews zijn wel wat langer, dus dan halen we dus ook wat quotes om in aanloop naar dat moment een beetje hype op te bouwen. Dan, net als de vraag was, als er dingen bijkomen, ja, we hebben bijvoorbeeld in de planning een poesodans, die we in april doen. We hebben in mei ook nog iets anders. Dus dat zijn dingen die bijkomen. En een van deze dingen is ook dat we willen denken aan poesoambassadeurs hebben. Mensen die binnen die samenleving ook hun poesokracht hebben laten zien. En dat tonen aan anderen om ze ook te motiveren. Het is een heel erg mooi initiatief. Dus Ja, gefeliciteerd dankjewel. aan jou en jouw team daarmee. Ja. Het is ook mooi om te zien dat het inderdaad, dat was eigenlijk te verwachten. Nu al spin-off heeft. Dus dat is prachtig. Dus ik zou zeggen, ga jullie alsjeblieft daarmee door. Want misschien kan het wel een hele poezelbeweging worden. Iedereen Dat is zoekt de naar, bedoeling, ja ja. toch? Iedereen zoekt naar een beetje Ja. positiviteit in het leven. En Ja. elkaar een beetje de power geven om door te kunnen. Yes. Wat is het meest inspirerende verhaal die je, want je hebt alle 12 al opgenomen. En het is misschien een beetje een sneak peek naar een van de andere uitzendingen die komen. Maar wat is het voor jou het meest inspirerende verhaal dat jij hebt gehoord van deze mensen die je hebt gefilmd? Er zijn heel wat. Elke keer, dus ik moet u eerlijk zeggen, als we van de opnames komen, dan zijn wij altijd weer gemotiveerd. Omdat je altijd weer iets hoort waarvan je zoiets zegt van: hé, eigenlijk doe je voor mensen, maar je wordt zelf ook verrijkt daardoor. En misschien moet ik even snel teruggaan naar Leef en Geef. We hadden dus bij Leef en Geef een kerstspecial. En toen hebben we dus op straat mensen geïnterviewd en aan het eind gaven we ze zo'n gift. Maar er was één persoon die eigenlijk, hij stond nog en we vroegen aan zichzelf waarom. En op een gegeven moment graaide hij in zijn tas, hij graaide in zijn tas en onze cameraman had geen mondkap op. Dus hij gaat in zijn tas en zegt: oké, ik heb niet veel om jullie te geven, maar dan tenminste een mondkap, wees veilig. Dan denk je: hé, als je tenminste één persoon zo kan raken, dan ben je geslaagd. Natuurlijk verwacht je meer. Bij Poeser bijvoorbeeld hebben we een van de. Op naar de volgende die in de uitzending zal komen, vertel de heer over hoe succes je lui maakt. Dan zeg je: hé, dat is het werkelijk zo. Omdat als we op een gegeven moment ergens iets hebben bereikt, dan is dat het voor ons. Maar er is nog eigenlijk oneindig veel. En dat is ook eigenlijk een oproep die we willen doen. Poezen, 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 poezen. Ook al ben je daar, ga door. Doorgaan, doorgaan. Heel Ja. erg En we, mooi. natuurlijk maken we ook grappige dingen mee. We komen op een Ja. set en iemand draait onze hele poes naar troesel, troesel. Dan denk je: hé, oké. Nee, maar het is echt een heel leerrijk proces. Ja. En het motiveert onszelf ook om heel door te gaan. Very nice. Heel erg mooi initiatief. We kijken uit naar meer en succes ermee. Hartelijk dank. Ja? Oké. Okay. Is Yes. goed. Dankjewel. Dat was Rinaldo Dors in het gesprek waar hij uitleg geeft over het programma Pusu,
Het gaat om filmpjes die gemaakt worden van jonge Surinamers die obstakels hebben overwonnen, maar die op hun beurt ook weer een motivatie zijn voor andere jongeren om door te gaan. Want volgens Rinaldo moet je natuurlijk altijd groot blijven dromen, niet lui worden omdat je succes hebt bereikt en het doorgeven aan de volgende groep. Check ze dus uit, de filmpjes van Pusu, op social media. Dank u wel voor het hebben willen kijken naar Q-Time en tot de volgende keer. De jonge, gedreven en dynamische Shelby Mukiran heeft als superpower het zoeken van oplossingen waar die niet lijken te zijn. Een goed voorbeeld dat ik heb daarvan, het was in 2019, is mijn moeder heen gegaan. Heel onverwachts. Ja, je groeit op met je moeder en als alleenstaande vrouw. En de enige ouder die je hebt, komt weg te vallen. Die je lieve is althans, komt weg te vallen. Ja, Jezus, dan denk je, wat doe ik nu? Hoe ga ik verder? Maar ik heb een oplossing zien te vinden over hoe ik eigenlijk mijn leven verder moet leiden. Wat ik verder zou moeten doen. En dat komt ook door de opvoeding die ik heb gehad. Om altijd door te gaan en eigenlijk gewoon oplossingen te zoeken wanneer het moet en wanneer het nodig is. Shelby geeft als onderneemster leiding aan Artem Consultancy. Artem Consultancy, het is een young consultancy bureau dat eigenlijk startende en doorstartende ondernemers begeleidt in het proces van hun bedrijf opstarten. En ik zat op FAR. In mijn eerste jaar moesten we dus een project uitvoeren en we moesten dus een bedrijfsplan schrijven. Een bedrijfsidee bedenken en een bedrijfsplan schrijven daarvan in groepsverband. En ik vond het proces gewoon heel interessant, van het idee naar hoe je het gaat operationaliseren. En uiteindelijk dacht ik van, hey, hoe kan ik dit zelf doen in de praktijk? Hoe kan ik eigenlijk mensen eigenlijk begeleiden in het opstarten van hun eigen bedrijf? En ik sprak toen met een docent en vroeg er toen van, oké, maar als ik dit zou doen, wat zou mijn baan eigenlijk zijn? En ze zei toen van, dat doen consults. Ik ben toen op onderzoek uitgegaan, ik kwam andere consults tegen, met ze gesproken, ze hebben ervaringen gedeeld, ook mij in contact gebracht met andere consults weer. En zo is het eigenlijk gaan lopen. De energie die je uitwisselt met mensen tijdens het praten, dat is eigenlijk echt een hoogtepunt van ondernemen voor mij. Als ik stop, sowieso zijn er andere consults die hetzelfde kunnen doen als mij. Maar als Artem stopt, dan hebben we een hele doelgroep dat rekent op ons. Laten we gewoon in de steek. En dat wil ik niet. En ik wil eigenlijk gewoon doorgaan om mensen te motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Omdat als ik dat doe, raken andere mensen ook gemotiveerd. En omdat zij gemotiveerd raken, raak ik weer gemotiveerd. Dus het is een hele wisselwerking van motivatie steeds. En het doet mij goed dat ik andere mensen ook gewoon echt kan helpen. Dus dat is het eigenlijk. De huidige situatie, het is moeilijk, het is zwaar. Ik weet het. Het is niet makkelijk om je doelen te behalen. Als je om je heen kijkt, er zijn heel veel afleidingen. Er is zoveel waarmee je te kampen hebt. Maar ongeacht wat er gebeurt in het leven, Tang Pusu. De 26-jarige Vincent Adaba is behalve dansdocent en jeugdparlementariër ook bezig in de horeca en de mode-industrie. Wat inspireert deze bezige bij? Het allereerste is wakker worden. Want if you know wiki, is dat nou leuk. Dus dat is mijn inspiratie elke ochtend. Zolang ik wakker ben, probeer ik mijn doelen voor te zetten en targets te halen. Het heengaan van zijn guru en oom Caprino Alendi en het missen van de kans om als 11-jarige Suriname te vertegenwoordigen zijn twee dieptepunten in zijn leven. Maar dit zijn momenten voor hem geweest waaruit hij heeft kunnen leren. Ik probeer altijd sterk te blijven om mijn doelen verder te realiseren. Winston heeft ook genoeg mooie momenten gehad in zijn leven. Ik werd als de allereerste jeugdparlementariër gekozen. Dat was een van mijn hoogtepunten. Verder ben ik geweest als background dancer van heel wat artiesten, Surinamers, zoals internationale artiesten. Ik heb mogen meedoen aan Got Talent Suriname. Ik heb daar eerste plaats behaald. En ja, natuurlijk niet te vergeten mijn eigen onderneming starten. En
ja, het lesgeven, kan je zeggen. Uiteindelijk had ik zoiets van, ik heb de kans gehad, het is mij aangeleerd, waarom kan ik het niet verder aanleren aan anderen die dat leuk vinden? Ik haal ook inspiratie uit mijn studenten, vooral de kleine pukjes, wanneer je ziet dat ze echt genieten van hetgeen dat jij aan ze hebt geleerd. En dan geeft het je het gevoel dat je goed bezig bent. Je wilt doorgaan en doorgaan en nogmaals doorgaan. Maar dan gaan we niet van begin aan nog te zien, dan gaan we sowieso door. Als je een doel hebt, ga ervoor. Ga ervoor. Je faalt alleen als je geen stap hebt gemaakt. Als je niet bent begonnen, dan pas faal je. Want als je bent begonnen, heb je nog een kans om het te halen. Dus alles wat ik kan zeggen, tampusu. If you have one drink, go for it. Tampusu. 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 Ogo. I must go. Lobby. Videography. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.